We staan hier in Lekkerkerk bij de Kerkweg, bij de sloop van de huizen. Die is zojuist vanmorgen begonnen. En ik sta hier samen met directeur Rob van den Broeke van Qua Wonen. En we gaan samen even kijken naar de sloop. En dan kan ik hem gelijk een paar vragen stellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een indrukwekkend gezicht, denk ik. Ja, absoluut. Het is inderdaad indrukwekkend. Het is wel een beetje raar, want het is het eerste bezit van de woningstichting van destijds. 1923 hebben we het over. En dan is het gewoon raar om te zien dat we vandaag beginnen met de sloop van deze woningen. Maar het is ook wel echt noodzakelijk. Ja, een historisch moment eigenlijk. Noodzakelijk, zei u. Wat is de noodzaak? Ja, vooral fundering. Ik bedoel, misschien dat je dat op deze manier niet ziet, maar als je langs de gevels kijkt, het hangt enorm door. De fundering is echt stuk. En dat betekent dat wij uiteindelijk een keuze moesten maken. Wat doen we? Gaan we fundering herstellen? Gaan we renoveren? Ja, uiteindelijk, alles overwegende, kom je op sloop nieuwbouw uit. We hebben wel gezegd, we maken er iets van wat sprekend lijkt op wat het nu is. Want dat historisch karakter vinden we heel belangrijk. En dat komt ook terug, dat bouwen we ook weer terug. Ja, er mooie huizen komen ervoor terug. Hoe komt het dat de fundering stuk is? Nou, destijds, 100 jaar geleden, werd het natuurlijk wel anders gebouwd. We hebben met eenvoudige materialen gewerkt, misschien ook net wat minder goed. Maar goed, de woningen hebben toch 100 jaar gestaan. En uiteindelijk merk je dat de bodem daalt natuurlijk geleidelijk aan. Het hele huis schuift een beetje van de fundering af. En eigenlijk is dat niet meer op te lossen. Ja, tenzij je er heel veel geld in zou stoppen om dat te herstellen. En dan wordt het een afweging van, zijn dan de huidige woningen nog goed genoeg om het te doen? En eigenlijk is die kwaliteit niet goed genoeg om dat nog te doen. Wat dat betreft een historisch moment dat dat nu gebeurt. Een beetje met een traan en een lach. Het is jammer, want het was het eerste bezit van de woningstichting. Maar ik denk dat we er gewoon iets heel goeds voor terug zetten. En waarschijnlijk denk ik ook beter geïsoleerd. En groter, misschien grotere woningen. Het is net een slagje groter, het is veel beter geïsoleerd. Wat ik ook belangrijk vind is dat we het in goede samenspraak met bewoners hebben gedaan. En we doen het niet alleen omdat wij een plan hebben. We hebben dat in overleg met de gemeente, met bewoners. Er is ook een klankbordgroep geweest. Of die is nog steeds actief. Daar praten we mee hoe we dit verder handen en voeten geven. En samen hebben we het nieuwe plan kunnen ontwikkelen. Ja. Het gaat om de sloop van 44 huizen. Daar komen ook 44 eengezinswoningen weer voor terug. 40. 40 in totaal, ja. Iets minder. Maar dat kan niet anders, want je hebt meer ruimte nodig omdat het grotere woningen zijn. Het moet natuurlijk allemaal passen op de kavel die er is, want de weg kunnen we niet verleggen. Er staan huizen achter, dus wat dat betreft is het best een uitdaging om het in het plangebied te krijgen. Maar ik denk dat het allemaal goed gelukt is, ja. En dan nog even een vraagje op milieugebied. Ik las dat er houten kozijnen weer terugkomen. Dat is een bewuste keuze, denk ik. Nou ja, duurzaamheid doet ertoe. Dat is voor ons steeds belangrijker. We maken de woningen ook heel energiezuinig. We noemen dat non-ready. Nul op de meter gereed. Nul op de meter, dan zit er helemaal geen gas meer in. Dan wordt er geen extra elektra meer gebruikt. Tenminste, dan wekt de woning het allemaal zelf op. Nou, dat niveau redden we nog net niet. Maar de woningen zijn wel zo gebouwd dat we dat op termijn alsnog dat laatste stapje ook kunnen doen. Maar het worden hele energiezuinige woningen. Ja. Ja. Maar ze krijgen wel gas nog? Worden ze nog aangesloten op het gas? Daar beginnen we nog wel mee. Ja. Ja, je zou kunnen denken met de discussie van vandaag, waarom doen we dat niet direct, stoppen met gas. Maar er is technisch nog zoveel aan te sleutelen. Het is ook gewoon een kostaspect. Uiteindelijk zijn de technieken om het zonder gas te doen zonder meer voorhanden. Maar op dit moment misschien nog net even te duur, net niet goed passend in dit project. Maar dat laatste stapje dat zetten we dan over een aantal jaar nog wel. Ja. We kijken nog even naar de sloop. Ja, laten we dat doen. Ik sta hier ook met de heer Jan Lingen van de historische vereniging Lekkerkerk door de Tijd. Ik ben net een stukje met hem opgelopen en toen zagen we een paar kauwen die waren nog aan het nestelen in de oude huizen. Nou zegt hij, die hebben het nog niet in de gaten dat ze zo meteen geen nestje meer hebben. Meneer Lingen, hoe kijkt u aan tegen de sloop? Ja, dat is natuurlijk iets wat je niet kan voorkomen. De heer Van den Broek heeft al gezegd. De woningen waren te slecht.
We hebben ongeveer een anderhalf jaar geleden als historische vereniging overleg gehad met Qua Wonen. Van ja, hoe gaan jullie nou om met de sloop? Is het echt nodig? Nou, dat hebben ze echt overtuigend verteld. Er was geen andere mogelijkheid. Ten tweede, ja, onze zorg was natuurlijk, dit zijn zeer karakteristieke woningen. Komt er iets op dezelfde manier terug? Het karakter, het is de toegangsweg naar Leggerkerk. En als daar dan eengezins rijtjeshuizen zouden komen, zou dat een verarming voor het totaalbeeld zijn. Ja. Nou, ze hebben we ons de tekeningen toen laten zien en we waren echt overtuigd dat dit een goede aanpak was. En dat ze er ook met zorg daarna keken. En ook de elementen, de historische elementen die nog in de woning zitten, zoals dus de eerste steen die gelegd is, die blijft bewaard. Die blijft bewaard en wordt weer geïncorporeerd in de woningen. Dus als het zodanig wordt het verleden ook met zorg behandeld en bewaard. Ja. We hadden het net erover, het zijn de eerste sociale huurwoningen. Misschien voor de kijkers thuis, wat zijn sociale huurwoningen, de eerste sociale huurwoningen? Het waren de woningen die in het kader van de woningwet van 1902 gebouwd werden. Na het aannemen van de woningwet zijn er door het land een groot aantal woningbouwverenigingen opgericht. Daarvoor was het allemaal sociaal werk van de diaconie en zo die de mensen woonruimte moesten verschaffen. Nou, dat was niet altijd een ideale situatie, maar door de woningwet veranderde dat en werden dus met de rijkssubsidie konden dus woningen gebouwd worden voor de arbeiders. Het waren dus huurwoningen en ja, dit is nog steeds min of meer hetzelfde systeem. Ja. Heeft u enig idee wat de huur destijds moest bedragen? Dat weet ik niet, maar het zal een heel groot bedrag zijn. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik heb nog wel het historisch boekje meegenomen, daar staat het ongetwijfeld in. Ja. Maar dat zijn natuurlijk geen prijzen van vandaag. We hadden het er straks ook over de grondprijs die we destijds betaalden. Ja, dat zijn toch echt andere tijden. Ja. Ja. De gemeente moest voor de bouw van deze woningen de grond onteigenen van de dames Kersbergen. En ja, die wilden een te hoge prijs. Maar uiteindelijk kreeg ze overeenstemming voor 2 gulden de vierkante meter. En er kwam iets op. Aardig prijsje. Dat lukt vandaag niet meer. En dat kwam uiteindelijk op een totaalbedrag iets van 24.000 gulden. De gemeente vond dat toch te hoog. En toen zijn ze tot in overleg gegaan en is er een bedrag van ruim 19.000 gulden uitgekomen voor de bouw van deze woningen. En daar waren de dames tevreden mee. Ja, of ze tevreden waren, ze zijn ermee akkoord gegaan. Ja. Maar tevreden, ja, dat kunnen we ook niet meer navragen. Veel mensen die hier hebben gewoond, die keren straks weer terug in de huizen. Ja, daar hebben we best veel aandacht aan besteed. Hè? Want het zou je gebeuren als je huis gesloopt wordt. Dus wij hebben gezegd, van het zou goed zijn dat mensen een goede mogelijkheid krijgen om terug te keren. Daarom doen we het ook in 2 fases. Een belangrijk argument, want dan kunnen mensen die terug willen keren uit de slopen woningen doorverhuizen naar het deel wat nog een tijdje blijft staan. Om dan straks weer terug te kunnen keren op het moment dat hier de nieuwbouw staat. Dat gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed. We hebben dat puzzeltje goed kunnen leggen. Ja. En iedereen die echt wil, die kon ook terugkeren. Natuurlijk zijn er mensen die een andere keuze maken, dat is natuurlijk prima. Maar we hebben iedereen wel de gelegenheid geboden om terug te keren. En dat zou mooi zijn als dat allemaal ook echt lukt. Ja. Ja, ja. Wanneer is het eerste blok klaar? Dat is een hele goede vraag. Als wij klaar zijn met slopen, dan hebben we meestal nog een jaar of anderhalf nodig om te bouwen. Dus tegen zomer volgend jaar moeten we denk ik een heel eind zijn met deze fase. Dan zijn we natuurlijk over het totaal van deze straat nog niet klaar. Dan komt fase 2 eraan, maar die zit dan wat verder weg in de tijd. Maar we doen het dus nadrukkelijk gefaseerd om de uitverhuizing en het terugverhuizen goed te kunnen laten doen. Ja. Maar ik mik op zomer volgend jaar dan. Kunnen we hier misschien weer staan? Ja. En dan kijken we naar het resultaat. En dan hoop ik dat u ook zegt van nou, het is gelukt. En dat u ook zegt van het historisch karakter dan toch weer terug weten te brengen. Dat zou ik heel mooi vinden. Belangrijk, want de kwaliteit, dat is voor het dorp. Want dit zijn heel karakteristieke woningen. Ze hebben ergens een beetje de Amsterdamse schoolvorm. En als we zoiets architectonisch kwalitatief kunnen terugbrengen, nou dan is dat ook goed. Want ja, de toekomst ligt ook weer voor ons. We hopen ook dat die woningen straks weer 100 jaar meegaan. Misschien wel langer.